Hebben jullie hem gezien, die Gidi? Gidi van de PVV, heb je hem gezien? Met zijn papiertje? Ja, met alle hoofdlijntjes erop. Voor de formatie. Ja, hij was goed, hè? Onze Gidi, ja. Want hij staat... Kijk, hij had hem met zijn linkerarm, hè, had hij hem. Ik geloof het. Ja, links. En hij zit... Dat ding, dat zit hier tussen, hè? Het papier. En daar stond hij maar. Dus hij kon daar niet in, hè, met zijn pasje. En dan ging hij daar recht zo van... voor die fotografen en al die camera's. En dan gaat hij zo staan met dat ding. Ja. Hebben jullie het al? Hebben jullie hem nou? Maar heb je die foto nou? Ja. en toen had hij ineens in de gaten. Oh, ik sta te schutteren en te blunderen. En toen, hoep, toen stopte hij hem dus omgekeerd onder zijn arm weg. Nou, en heel veel mensen denken het is opzet. Nou, ik denk niet dat het opzet is. Het zag er zo schutterend en blunderend uit. Het is zo'n ongehoord amateur, vrienden. Dat kent geen grenzen. En dat soort mensen, ja, zitten wel aan zo'n formatietafel. Die beslissen dan ook een beetje mee. Weet je wel, over ons land. Ja, over bestuur en over al die miljarden. Nou, het is niet te geloven, zeg. Ja, en daarna zagen we dus... Hoe die informateurs, die van Zwolle en die dijkgraaf, ja, die zijn dus al een hele tijd, zijn die mensen belachelijk gemaakt. Hè? Die worden een beetje gedold in de publiciteit met Peppy en Cookie en met die twee uit de Muppet Show. Met die Waldorf en nog wat, dus die Stedtler. En dan hebben ze dus daar bedacht aan. Dan gaan ze dus, die mensen zetten ze apart aan een tafeltje. En er is niemand die denkt, daar bij die hele formatiebeweging, nou, dat moesten we maar niet doen. Want dan zien jullie er nog lulliger uit. En dan is dat imago helemaal niet meer te redden. Nee, zet ze maar voor joker daar. Nou ja, vrienden, luister eens even goed. Als de politiek zichzelf niet serieus neemt, hoe kunnen ze dat dan van ons verwachten?